Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Pocky5. Vandaag hebben wij de Motorola Edge. En we gaan zien of dit ding een beetje jouw geld waard is. Dus ik heb de kans gehad om dit mobieltje voor 2 weken ongeveer te gebruiken. En daarna moet ik weer terugsturen. Helaas, maar het is niet anders. En ik kom zelf af van een Samsung Galaxy S8. Dus bijna elke mobiel is eigenlijk wel een stapje omhoog. Oké, dan gaan we dus naar het design van dit mobieltje. Het is gewoon je normale mobiel. Het ziet er gewoon uit zoals elke andere op de markt. En tegenwoordig heeft elke telefoon bijna wel een cuthole selfiecamera erop. Alleen dit mobieltje heeft dan 2 hele scherpe curves aan de zijkant. En ik ben zelf niet zo fan van curves. Namelijk, beschermglaasjes hierop installeren is een ware hel. Als je content kijkt op Facebook of weet van wat, er gaat gewoon op die zijkant van die curves, gaat er ook content op zitten. Of tekst, of cijfertjes, of weet van wat. En het kan best wel storend wezen. Ik had liever gewoon een plat schermpje gehad. Het was veel makkelijker met de beschermglaasjes. En gewoon veel makkelijker met content bekijken. En nu is het een beetje meer afleidend. En om eerlijk te wezen vind ik dit gewoon niet fijn. De fingerprint scanner op dit mobieltje is trouwens heel vaak gewoon heel goed accuraat. Ik heb momenten gehad dat hij eventjes twijfelde en even geen zin had. Waardoor ik dus uiteindelijk weer de pincode moest intikken. Wat wel een beetje vervelend was. De meeste keren eigenlijk zit het gewoon hartstikke goed. Het zit natuurlijk onder het scherm in plaats van achterop zoals de S8. Persoonlijk heb ik liever achterop. Daar heb je je vingers toch al zitten, dus weet je, dat scheelt toch ook weer een beetje een manoeuvre met je vingers. Dus het is gewoon poep en klaar. Heet het dus niet, is niet zo heel erg vind ik om eerlijk te wezen. Het is snel genoeg voor mijn doen. Voor de rest heeft het nog stereo speakers, een USB-C aan de onderkant. Ook een headphone jack trouwens aan de onderkant waar ik heel blij mee ben, want ik record natuurlijk. Met deze microfoontjes en daar heb ik dus dat poortje van nodig. Dus ik vind het hartstikke top dat ze deze nog steeds erin doen. En hier ook nog een spiertje aan de onderkant. En voor de rest bovenop heb je een simkaart tray. En dat is het ook wel. En natuurlijk de power button met volume knopjes op de zijkant. En voor de rest heb je niet meer knopjes en dingetjes hierop. Dus als we nu overgaan naar het beeldscherm. Het beeldscherm is fantastisch. Ik vind het hartstikke mooi. Het is nog steeds een full HD scherm. Maar nog steeds de kleuren en alles. Het is fantastisch. I love it. Het is super mooi. Ook heeft het 90 Hz refresh rate. Wat heerlijk is. Het is zo smooth. Het is gewoon, ik wil gewoon deze telefoon thuis open om gewoon lekker te kunnen scrollen en gewoon lekker soepel over doorheen gaan swipen. Oh, heerlijk. I love it. En wat ik ook zelf gemerkt heb nog met het scherm is als ik bijvoorbeeld een super zonnige dag mijn telefoon ga gebruiken en de zon schijnt direct op mijn scherm, dat ik niet zoveel meer kan zien op mijn telefoon. Dan gaan we over naar de performance. Er zit hier dus een Snapdragon 765 in, 6 GB RAM en het heeft een Adreno 620 GPU. Dat betekent dus dat op zich de meeste dingen gewoon super smooth en eigenlijk goed gaan. Alleen je merkt wel af en toe dat die 6 GB wel een beetje wat beperkend is. Want als ik bijvoorbeeld heel veel apps tegelijkertijd open op dit mobieltje, wil die wel eens opeens gaan haperen. Omdat het opeens een beetje te zwaar wordt, te veel wordt. En dan wil die niet zo heel lekker meer scrollen en swipen. En zo, als je gewoon telkens een beetje de apps weer verwijdert, zeg maar, op achtergrond. Dan draait die altijd gewoon hartstikke super. En smooth. En ik wil gewoon niet meer terug naar de 60 Hz. En nu moet ik zo meteen weer naar mijn S8. En ik wil niet meer naar die 60 Hz. Ik vond het trouwens ook over het algemeen, het scherm trouwens ook vrij groot is. Maar het went best ook wel snel trouwens. Even tussendoortje. En dan gaan we over naar het beste van allemaal wat ik trouwens vind, is de batterij. Het is een superieure goede batterij. 4500 mAh zorgt ervoor dat jij gewoon 2 dagen lekker je ding kan doen met dit mobieltje. Natuurlijk, als je volop gaat gamen de hele dag, zal het natuurlijk niet 2 dagen uithouden. Maar voor ongeveer normaal gebruik, dus scrollen, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube kijken tussendoor, houdt die mooi 2 dagen vol. En dan komen we trouwens bij het deel van opladen. Hier was ik wel een beetje teleurgesteld in. Ze hebben dus een mooie turbo. Oh, wacht. Een turbo charging. Adapter. Dan denk ik van wow, turbocharging, dat klinkt episch man. Zo episch is het niet. Het is een 18 watt lader. Het is sneller dan je normale fast charging opladers, maar het heeft dus die 4500 mAh batterij
naar 0 tot 71 gebracht in een uurtje. Weet je, zelf vind ik het op zich prima, maar die turbo badge erop. Nou komen we over bij de camera. Oké, de camera had ik eerst hele hoge verwachtingen voor. Dus op de website van Motorola zelf zeggen ze een 64 megapixel camera. En ik heb niet zo heel erg veel uitgezocht betreft camera's. Hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het tegenwoordig allemaal zit met al die megapixels. Blijkbaar is dit gewoon een 16 megapixel camera. Het is een of andere technologie dat ze 4 pixels of zo samenvoegen tot 1. Waardoor het eigenlijk 64 megapixel is, maar eigenlijk is het gewoon 16. Ik weet het is een beetje vaag. Ik heb liever gewoon huis dat ze gewoon eerlijk zeggen. Het is gewoon een 16 megapixel camera in plaats van allemaal marketingtermen aan toe te voegen. Want veel levert het eigenlijk niet op. Als ik het vergelijk met foto's bijvoorbeeld van mijn S8. En ik zoom in, dan zie ik niet veel verschil in detail, om eerlijk te wezen. En de S8 is een 12 megapixel camera tegen een 16. Dus oké, de Motorola heeft ietsje scherpere foto's, maar niet zoveel scherper eigenlijk. Wat ik vooral merkte ook trouwens met de camera van de Motorola Edge, is dat die heel graag noise, dus die ruis, wou onderdrukken op foto's. Dus wat je dan een beetje krijgt, is dat je heel veel een beetje dat smoothing effect krijgt, dus op die foto's. Dus alle ruis, dat wordt gewoon helemaal uitgevlakt en wordt een beetje uitgeveegd over de foto heen, waardoor het soms op minder goed belichte momenten, zeg maar, kan het gewoon een grote waas worden en is het niet zo heel mooi. Als je echt op goed belichte dagen, dus zoals dit hebt bijvoorbeeld, midden op een dag, als je dan foto's maakt, zul je niet zo heel veel vermerken. Maar ik heb toch wel gemerkt met nachtfoto's vooral, dat het één grote smots wordt waar ik niet zo blij van word eigenlijk. Weet je, je pakt meer van de omgeving mee. Dus weet je, je ziet meer op een foto als in er is dingetjes in plaats van gewoon duisternis. Maar tegelijkertijd, het is niet mooi. Het zijn niet foto's wat ik zeg van dit wil ik plaatsen op mijn Instagram. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar de dynamic range van de camera's, zien we wel bijvoorbeeld vergeleken met de S8 dat het toch wel een stapje beter is. Je ziet wat meer van je foto. En dat vind ik wel fijn. De Ultra Wide Lens is een handige tool. Het is niet zo wijd als een iPhone 11 Pro. Want die gaat echt super wijd. Dit is gewoon een klein stukje meer wijd. Wat op zich wel fijn is. Je hebt ook een macro lens trouwens hierop. Die ik op zich best wel handig vind. Van als ik echt heel dichtbij foto's moet maken van iets. En het lukt niet met mijn main camera. Je kan er alleen niet video's mee maken met die lens. Wat wel toch een tikkeltje jammer is. Dan gaan we over naar het filmen. Dus het filmen met deze telefoon is best wel goed. Ik heb zelf gemerkt op 4K dat als je de stabilisatie aan hebt, dat die gaat inkroppen om natuurlijk de beweging, het schudden natuurlijk, een beetje eruit te filteren. Dus dan is het een super stabiele video, maar corrigeert hij dat eigenlijk intern allemaal al direct. En waardoor je dus minder van je omgeving ziet. Zet je de stabilisatie uit, dan zie je opeens veel meer. Wauw! Voor de rest doet het ook nog slow motion video in Full HD op 120 fps. Dus als je dat zou willen, zelf gebruik ik het eigenlijk niet. Maar als je het zou willen gebruiken, het is er. En dat is het ook wel. Hij neemt best wel keurig op trouwens met video's. 4K, de kwaliteit is best wel goed. Zelf zou ik eigenlijk wel de stabilisatie aanhouden. Omdat het dan wel een beetje heel veel geschud wordt. Maar ja, het is best wel keurig. En dan gaan we naar de selfie camera op dit toestel. Ze zeggen dat het een 25 megapixel camera is. Maar we weten natuurlijk allemaal van de quad pixel technologie van de 64 megapixel. Dat het niet een 25 megapixel camera is. Als je een selfie neemt, merk je wel dat het niet heel erg gedetailleerd is. Dus als ik bijvoorbeeld van mezelf een foto maak. En goede belichting trouwens ook. Merk je dat je niet bijvoorbeeld alle detail bijvoorbeeld van de haartjes op mijn kin merkt. En is het gewoon een beetje wat wazig, een beetje wat smotsig. En maak je het niet zo heel veel uit. Maar de dynamic range is trouwens best wel goed. Want als ik een selfie neem tegen het licht in, merk ik zelf dat ik nog steeds de lucht zie. Het is blauw in plaats van gewoon poof, overbelicht en wit. Dus dat is wel hartstikke top. Oké, dus conclusie. Wat vind ik van dit toestel? Motorola zegt zelf €600 op een website. Ik heb ze wel gevonden voor 380 tot €450 ongeveer op online. Dus ze zijn wel bezig met de prijzen aan het dalen. Natuurlijk met OnePlus Nord en verschillende telefoons die een beetje rond een budget komen van €400. Doen ongeveer bijna hetzelfde als deze telefoon.
Alleen wat ze dan niet hebben is een stereo speakers en eigenlijk gewoon grote of hoge megapixel camera's. Bijvoorbeeld OnePlus Nord met zijn 2 megapixel macro lens waar je helemaal geen zak aan hebt. En dat heb je dus niet met dit. Hier heb je tenminste camera's op wat je echt daadwerkelijk goed kan gebruiken bij die situaties. Dus ik zou zeggen voor ongeveer 400 tot 450 euro, ik vind het waard. Super waard. Mooie stereo speakers, mooi scherm, lekker soepel, runt lekker. De RAM is misschien beperkend als je heel veel dingen tegelijk op de achtergrond in je hebt gezien om thuis weg te klikken. Maar voor de rest, 2 dagen batterij nog. Hij doet het gewoon hartstikke keurig. Je krijgt er ook nog een hoesje trouwens bij in het doosje zelf, dus dat heb je ook nog. En ik vind het gewoon best wel een keurig toestel. Ik ben er best wel blij mee. Het formaat was wennen, maar ik ben er algemeen wel blij mee. En ik zou voor dat bedrag zou ik het eigenlijk best wel aanraden. Dus dat is mijn oordeel. En je doet er maar wat mee. Als je nog vragen trouwens hebt, ik heb natuurlijk het toestel uitgetest. Stel ze in de comments hier beneden. Ik ga ook nog een cameravergelijking doen met de S8 en de iPhone 11. Dus als je dat wil zien, klik hier op het linkje. Ja, er is een pop-upje. Komt daar te staan en dan kun je dat zien. Dus jongens, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.